Ik ben foodie, ik hou van lekker eten, ik ben vegetariër. Ik ben gek op avocado's. Ik ben heel benieuwd, wie van jullie houdt van avocado's? Weten jullie dat er een restaurant is die zich volledig focust op avocado's? Avocado cocktails, avocado gerechten. Ik wist het niet tot vandaag. Zometeen komt hier spreken Ron Simpson. En hij is medeoprichter van The Avocado Show. Een restaurant dat 2 jaar geleden in Amsterdam zijn deuren opende. Maar hij is daarnaast nog veel meer. Hij is social influencer. Hij heeft een enorme bak marketingervaring. Hij is DJ. Nou, manager van alles. En hij is vooral heel goed online met marketing en communicatie. Als voorbeeld, voordat hij überhaupt maar een bord eten had geserveerd bij zijn restaurant, had hij al meer dan 100.000 volgers online. Hoe hij dat gedaan heeft, hoe hij mensen online bereikt, daar gaat hij vandaag over vertellen. Dus give it up, Ron Simpson. You. Hey, hey. Goedemorgen. Allemaal. Alles wel? Ja, cool. Hey, dit wordt een beetje zo'n interactieve sessie waarbij ik af en toe wat geluid voor jullie nodig heb, zodat ik weet dat iedereen leeft. Goedemorgen allemaal. Alles wel? Ja, mooi. Hey, hij zei het ongeveer goed, alleen ben ik dat niet meer allemaal. Ik ben het vooral allemaal geweest. Reden daarvoor is dat dit ding veel te groot is geworden. Daar wil ik jullie heel graag over vertellen. Ik moet altijd lachen als ik op een podium sta bij allerlei professionals die iets totaal anders doen dan wat ik doe. Omdat ik dan denk, ja, waarom de fuck zou je interesse hebben in een avocado? En toen, in jullie geval, moest ik dus googlen wat de hel Drupal is. En aangezien Drupal een open source content management systeem, een content management framework ontwikkeld is in een programmeertaal PHP, uitgebracht onder de GPL. En het wordt gebruikt voor websites en blogs, dacht ik, nou, dan pak ik ook even een paar minuten om te vertellen wat avocado is. Oké? Dit is een waanzinnig verhaal. Het verhaal duurt veel te lang, dus we hebben gekozen om even te focussen op wat dingen en uiteraard wordt dat online. Wil je meer weten, straks nog tijd voor vragen, absoluut geen enkel probleem. We gaan er wel echt een roodvaart doorheen, dus zie het gewoon meer als een film. Goed? Alright. Goed? Oké, cool. De Avocado Show is van mijzelf en een andere jonge vriend en compagnon genaamd Julien Zaal. Ik kom voornamelijk uit nachtleven en marketing, waar ik voor echt enorme merken hele grote internationale campagnes aan het doen was met andermans geld. Dat is het allerleukste werk dat er is. En vervolgens dacht ik, hey, ik heb een klein beetje geld verdiend, ik wil een eigen zaakje beginnen. Mijn compagnon had hetzelfde idee, we kwamen samen en dachten, oké, nightlife, campagnes, online, marketing, al die dingen zijn tijdelijk. Je hebt daarna alleen nog maar de foto's of whatever. Kunnen we iets bouwen wat langer blijft staan dan een dag? En kunnen we dan een dag leven ook? Leek ons best wel interessant. Dat was het originele idee. En dan moet je gaan nadenken. We komen niet uit de horeca. Ik ben gewoon echt heel goed in eten. That's it. Dus toen was het van, ja, wat gaan we dan doen? Willen we een restaurant? Willen we een club? Willen we een café? We zeiden, nou, restaurant, want eten is het leukste wat er is. Doe maar een dagzaak, dan kunnen we er ook nog eens zijn. Alright, simpel onderzoek wees uit bij ons van, nou ja, de afgelopen 5 jaar toen was alles wat één ding koos succesvol in Amsterdam. Sla is een saladebar, Van het Spit doet alleen maar kip, weet ik veel. Burgemeester doet alleen maar hamburgers, noem maar op. Dat werkt gewoon heel goed. Dus toen dachten we, oké, nou, we gaan sowieso een mono restaurant doen, zo heet dat. En we gaan iets nieuws proberen te vinden. Nou, allerlei hele suffe dingen bedacht, geloof me, maar dat kon allemaal niet. En we keken ook naar andere trends en dat was inderdaad mensen die plantaardig eten of mensen die flexitariër zijn, die dus gewoon af en toe wat minder vlees willen eten of mensen die alleen maar vis willen eten, weet ik veel. Er zijn allerlei nieuwe diëten aan de gang, wat heel interessant is. Mensen willen mooier eten, mensen willen makkelijker eten, mensen willen kleurrijker eten, al die trends bij elkaar. En toen hadden wij ineens het idee, ja, die avocado die kan wel wat. Maar wat kan dat ding dan allemaal? Het is eigenlijk simpel. Het is de meest voedzame vrucht ter wereld die ook nog eens vals speelt. Dat is hilarisch. 70% van alle voedingsstoffen in een avocado zitten in de pit. Handje in de lucht als je die ooit hebt opgegeten. Snap je? Dus even voor de kijkers thuis en iedereen hier, ik zie dat we allemaal van hetzelfde hout zijn gesneden gelukkig. Je kunt dat dus raspen en bijvoorbeeld in je smoothie gooien. Dat is onwijs goed voor je. Het is beter dan proteïnepoeder bij elkaar en noem het allemaal maar op. Het is een sexy vrucht. Ik weet dat dat raar klinkt, maar je hebt ook echt non-sexy vruchten.
waar je echt nooit van je leven een goede foto van kunt maken, bijvoorbeeld. Het heeft goede... Basically heeft het alle eigenschappen die ik heb. Daar komt het op neer. Het is heel erg veelzijdig en heel erg belangrijk. Als je eten gaat maken, moet het natuurlijk wel lekker zijn. Dus al die dingen bij elkaar zorgden ervoor dat ons hart een sprongetje deed. Superkut, sorry. Wij hebben ook gewoon designers die hun ei kwijt moeten, weet je. Het zijn de kleine dingen die je ze gunt. Vervolgens wil je gaan ondernemen en dan zegt elk groot bedrijf ter wereld zegt tegen jou, je moet marktonderzoek doen. Dan dacht ik, nou oké, heb ik wel eens gedaan toen ik bij een groot bedrijf werkte, maar dat kost heel veel geld, heel veel tijd en ik geloof je nooit. Want zo'n sentimentonderzoekmachine, die komt dan terug en die zegt, nou sorry, de jeugd vindt je product gruwelijk, dat is slecht. No, it's not. Dus weet je, ik kan die dingen helemaal niet op elkaar afstemmen. Dus ik dacht, ik ga gewoon de doelgroep checken. Nou, onze doelgroep is 18, 35 vrouw. Waren er maar meer op het podium, je hebt helemaal gelijk. En ik dacht, we gaan ze gewoon bellen en sms'en en gewoon vragen stellen. Dat is echt letterlijk de dag dat ik ontdekte dat elke vrouw ter wereld, vloeiend emoji spreekt als je de juiste vraag stelt. How would you feel if I open an all-avocado restaurant in Amsterdam? Oh my god! Hartje. Top. Marktonderzoek, check. Dit bewees dat wat wij dachten, dat daar in ieder geval waar rook is vuur. Vervolgens dacht ik, nou, ik ga even online kijken, 2016, op Instagram, hashtag avocado. Dit is de meest white privilege ding dat ik ooit heb gedaan in mijn leven, wist ik veel. Avocados komen helemaal niet uit Europa, joh. Die dingen komen uit Zuid-Amerika. Daar heet het ook geen avocado. Idiot. Oké, ja, ik wist het niet. Wat ik wel wist, is dat toen ik hashtag avocado deed, er in 2016 8 miljoen hits uitkwamen. Op Instagram alone. Wat ik ook wist, is dat toen ik het echte woord deed, aguacat, zo noemen ze dat ding in Zuid-Amerika, dat er nog eens 20 miljoen bijkwamen. Wat ik vervolgens wist, is dat toen ik oh my god, avocado is life erbij deed, we ineens evenveel hits hadden als koffie. Is dat de markt, denk je? Toen dacht ik, oh, this is kind of interesting. Dus ik loop een bank in en ik zeg tegen die man, hey, 20 miljoen hashtags, vriend, geef me geld. Ja. Dat ging hem niet worden, kan ik je vertellen. Ik moest namelijk nog één ding checken en dat is dit. Hoe groot is die markt dan eigenlijk? Dat is heel raar. De avocado is een enorme markt wereldwijd waar geen onderzoek naar werd gedaan. Echt niet. Er waren drie loszwevende soort van stukjes informatie. Bleek dat het een 12 miljard dollar industrie was de laatste keer dat het gemeten was. Volgend jaar is die 23 miljard. Er zit 7 jaar tussen. Best wel heftig. Enorme groeimarkt, best wel leuk. Het werd dus de avocado. Nou, daar kun je wat van vinden. Dat vonden wij ook. Maar eigenlijk gebeurde dit allemaal zo snel dat we dachten, hey, wow, de vrouwen reageren goed. De internet zegt dat het oké is. Volgens mij werken de plaatjes wel en ik vind het lekker. Wat kan er nou godsnaam misgaan? Inderdaad, we kozen voor de avocado. Nou, ik kan je één ding vertellen. Als je een restaurant wil openen, is het handig als één iemand in ieder geval kan koken. Wij konden dat allebei niet. In het midden staat Jamie van Heijen, een van mijn beste vrienden en waanzinnige chef. Echt hele toffe restaurants, mocht je ooit een keer iemand, weet je wel, indruk willen maken op iemand of gewoon verjaardag zijn vergeten. Ga naar zijn plek. En ik belde hem en ik zei eigenlijk twee dingen. Eén, jij bent en heel goed met eten, maar je bent ook al heel lang bezig met eten. Je hebt vast wel die Excel-sheet dat bewijst dat dit gewoon gaat werken. Gewoon een soort businessmodel ding. Stuur maar gewoon op en dan komt het wel goed. Ik zei, ja, daar snap je helemaal niks van, joh. Ik kom wel langs, regel ik het voor je. Cool, hij komt binnen en hij zei, wat ga ik doen? Ik zeg, ik ga een avocado restaurant openen. Hij zegt, nou, daar hebben we een probleem. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, als ik niet meedoe, dan vermoordt mijn vriendin mij. Dus keuzes, weet je wel. Ja, dat is interessant. En toen hadden we ineens een van de beste chefs ooit als partner. Wat echt de oplossing was voor ongeveer alles. Dit gebeurde zo waanzinnig snel. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Dat is echt insane. Dit is de grootste grap. Ik was inderdaad marketeer die hele grote budgetten voor hele grote merken deed. Ik vind het altijd vervelend om dat mee te moeten delen. Het klinkt zo pocherig en slecht. Maar, dit is de grootste grap. Ik werd 's ochtends wakker. Elke dag. 100% van overtuigd dat ik de beste marketeer ter wereld was. Daarom had ik een eigen bedrijf, omdat niemand anders het natuurlijk beter kon. En niemand wist het beter dan ik, het hele verhaal. Waarom? Omdat ik dus voor heel veel dingen het al had gedaan.
Maar als je er heel, heel even serieus over nadenkt. Als je werkt voor Nike en je werkt voor Facebook en je werkt voor KLM of zo. Die persberichten die verkopen gewoon zichzelf hoor. Er is echt niks wat zo briljant is. Mensen willen daar namelijk nieuws over horen. Nou, wat ik wist of wat ik dacht te weten is. Hoe maak ik een informatiepakket dat het makkelijkste de wereld over kan? En toen dacht ik, oké, je hebt natuurlijk een persbericht nodig. Je hebt foto's nodig. Toen dacht ik, ja, wat is nog meer tegenwoordig? Ja, ze maken toch wel korte artikelen. Weet je wat, ik schrijf ook alvast wat quotes voor ze. En ook alvast wat quotes vanuit de chef, hebben ze dat ook gehad. En ik geef iedereen exclusieve dingen. En ik ben een persbericht aan het tikken. En geloof me, ik ben hier echt goed in, hè? Echt. Maar het is 2016, dus alle hype words, alle buzzwords moeten erin. Ik ben een persbericht aan het schrijven over avocado's. En het was disruptive en fuck it, blockchain, hier, hop. Alles zat erin, sloeg echt nergens op. En ik was klaar. Ik had de mooiste foto's ter wereld, we hadden alles al gedaan. Ik was klaar om dit de wereld in te slingeren en ik dacht, ik ben iets vergeten. Ik ben niet iets vergeten, ik was iemand vergeten. Dit zijn mijn ouders. En de menselijke kant is het leukste wat wij hebben. Succes, zaken doen, al die shit is leuk, maar de menselijke kant is het leukste wat wij hebben. Wij zijn door enthousiasme zo snel dit idee gaan ontwikkelen en wilden het door angst delen. Waarom is dat? We raakten gewoon geïnspireerd. We dachten, wow, er zijn 100 miljoen gebruikers, er is geen winkel voor, wij moeten dit nu gaan doen. Alles kwam vanzelf. Het eerste werk was goed. De designer kwam met het lelijkste logo op aarde. Ik zei, is goed, gaan we doen. Dit, het zat allemaal bij elkaar. En uit angst dat iemand anders dit hele simpele idee, een avocado restaurant, wat er nog niet was, de wereld in zou slingeren, dachten we, dit moet zo snel mogelijk de deur uit. Donderdagavond ging ik met Julien wat drinken. Vrijdag hadden we de naam. Zaterdag, zondag waren we aan het draaien op festival, je hebt gelijk. Maandag zat ik met Jamie. Dinsdagochtend om 5:30 hadden we een pand overgenomen, omdat Julien weer iemand kende in de vastgoed, konden we voor de rij. En 3 dagen later was het idee om dit ding de wereld in te sturen. Maar ik had deze 2 mensen nog niet gesproken. Als je iets wilt doen wat levensveranderend is, hoe klein het ook oogt, dat deel je met de mensen om je heen. Of dat nou je familie, je ouders of je vrienden zijn. Ze hebben het recht om het eerste te weten wat er gaat gebeuren en trots op je te zijn. En daarna geef je het aan de rest van de wereld. Dus de handrem ging erop en we zeiden, wacht even. Ik kan geen persbericht de wereld insturen zonder dat mijn Joodse moeder weet wat ik aan het doen ben. Now repeat after me. Ik zal geen persbericht de wereld insturen zonder dat mijn moeder weet wat ik aan het doen ben. En dus besloten we om het tactisch op te lossen. Was de beste oplossing ooit voor moeders? Facebook. Lelijke foto maken, check. Iedereen had er zin in, dat zie je ook. Deze foto is gemaakt door de meneer die eigenlijk op die ladder stond. Die had er ook zin in. En we zetten dit op Facebook. Ik tag mijn moeder, ik denk klaar, toch? Opgelost. En de grap was, we dachten we doen dit en dan hebben we nog 2 dagen om een beetje te sleutelen aan dat perspakket en dan komt het goed. Dit ding ging online en vanaf toen ging de teller lopen. Heeft iemand ooit cijfers gehoord dat wij hebben gedraaid? Nee. 212 miljoen views in 2 weken. Gepubliceerd in 90 landen. 70 franchise aanvragen voordat we open waren of überhaupt een menukaart hadden. 100.000 fans op Instagram en Facebook. En dit is echt overnight, hè? Je wordt wakker en dit gebeurt. Ineens, het allerslechtste was, we hadden geen bedrijf of telefoonnummer, dus de mijne stond daar. Dat was jammer, kan ik je vertellen. Maar goed, we gingen viral als een celebrity sextape. Voor de copywriters onder ons, dat is best wel een goede lijn, dat is waar. Maar belangrijker is, het is waar. Wij hebben meer views dan Paris Hilton in het donker. Al met al was dat geinig, ging als een soort olievlek. Het ging echt van hele kleine berichten naar spreads, naar covers, naar oh my god, wat is hier aan de hand? Nederland, Benelux, Europa. Ineens waren we gameshows in Tokio aan het doen, kregen we telefoontjes van boeren uit Afrika, zaten we aanvragen te verwerken uit Bangkok en Sydney en New York en LA. En what the hell is going on? 2 weken geleden ging ik een drankje doen en nu ben ik de avocado man. Ik weet niet of ik dat leuk vind ook. Maar het kwam echt vanuit de hele wereld. Dat was het allermooiste. We hadden gewoon een needle in een haystack gevonden. Een
een product dat wereldwijd honderden miljoenen fans had en geen winkel. Dat is de reden waarom het zo succesvol was. Het was echt nieuws. De reden dat wij niet binnen 48 uur klaar waren met media, zoals elke andere viral product, is dit. The power of imperfection. Het tegenovergestelde van alles wat ik dacht dat ik moest doen. Ik weet dat het suf is, maar ik spoel altijd gewoon even terug zo. En dan zeg ik je, als ik dit had opgestuurd, was het ook nieuws geworden, maar waren we na 48 uur klaar. Waarom? Er is geen nieuwswaarde meer. Als ik iedereen hier dezelfde informatie zou geven, kunnen jullie niets anders dan dezelfde informatie op jullie eigen manier opschrijven, maar het blijft dezelfde informatie. Als ik jullie één ding zou vertellen, en dat is bijvoorbeeld, er zijn 100 miljoen gebruikers op de wereld, wij gaan als allereerst een restaurant daarin openen met een wereldberoemde chef, dan denk je, oh ja, dit kan wel werken, ik wil hier vragen over stellen. Journalistiek moest hun werk doen. Ze gingen originele vragen stellen. We konden daardoor met ze praten. Zo maakten we eigenlijk een relatie die je normaal gesproken niet zou hebben. Eigenlijk zeg je, nou hier heb je een perspakket, tot ziens, ik spreek je nooit meer. Nu was het, hé, ik geef je één zin. Vind je dat leuk, kun je bij ons meer komen halen. We bouwden ineens relaties op. Was heel interessant. En dat allemaal door de power of imperfection. 48 uur is normaal. Wij hadden 3 maanden media. Dat slaat nergens op. Ik heb een restaurant in de pijp. Ik ben geen Michael Jackson. Wij zijn 2,5 jaar verder. Wij doen nog steeds media. Why? Nou, ga ik je laten zien zo. Grootste grap voor mensen als jullie. Ik besef nu pas dat dit echt deze grap is voor jullie gemaakt. Wat tof. Het is waarheid. Ik liep dus over straat. Ik denk dat het week 6 was of zo. Het is echt bizar hoe snel je went aan aandacht. In het begin dacht ik, what the hell is going on? Op een gegeven moment dacht ik, make it stop of zo. En dan, weet je, je wordt soort van verwend. En ik loop over straat, mijn telefoon gaat af. Ik zie een nummer uit Dublin. Google is een raar beest. Toch? Dat weten we allemaal. Het is een heel groot ding. We kennen het allemaal. Maar het blijft toch weird. En zij nemen dus mensen aan die jouw taal spreken, maar ze zetten ze in Dublin. Dat is een mindfuck. Ze wordt gebeld door Dublin en ze zegt, hallo, hey, met Jasper. Wat? Ja, yo, Jasper, wat kan ik voor je doen? Hij zegt, hey, theavocadoshow.com, dat is voor jou, toch? Ik zeg, ja. Ik zeg, gefeliciteerd. Ik zeg, dankjewel. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, nou ja, jullie hadden gisteren 1,1 miljoen hits op de website. Ik zeg, wauw, vet, thanks. Zegt hij, ja, volgende keer moet je even je website publishen. Zo zie je maar, naast het belang van kunnen koken is het ook handig dat je dit soort dingen weet. Lang leven jullie. Al met al, het voelde een beetje zo. Dat is best wel grappig altijd. En toen kwam er een jongensdroom uit. Ik weet niet van jullie, nou ik weet wel van jullie, want ik heb gewoon ogen. Wij zijn allemaal oud genoeg om Telcel te kennen, laten we dat zeggen. Telcel changed my life. For real. Telcel was de eerste keer, ik keek televisie. En in Nederland werd het allemaal gedubt. Dan had je die gast, nou Mike. Ik weet zeker dat hij niet Mike heette trouwens. Maar die gast die zei iets wat ik nooit meer zal vergeten. Die zei, yeah, Mike, dit is helemaal waar. Wil je meer weten? Bel 0800 Hamburger. En ik dacht bij mezelf toen ik jong was, ik dacht, jouw telefoonnummer is Hamburger? What? Dat wil ik ook. Later als ik groot ben. Nou ja, later als ik groot ben, kocht ik 088 Avocado. De grap in Nederland is dat dit niet zomaar kan. Dit duurt ten eerste 1,5 jaar. En ten tweede, je moet opsporen waar die zit. En je kunt geen losse telefoonnummer kopen in Nederland. Daar hebben we namelijk helemaal geen systeem voor. Je moet 1200 telefoonnummers kopen in Nederland om ervoor te zorgen dat je deze krijgt. Maar bijkomstigheid is best wel chill. Iedereen met dyslexie kan ons ook bellen. Avocado die werkt ook. It's all good. Ik wil dat iedereen aan Morgan Freeman denkt. En stel je deze situatie voor. Gisteren ging je naar bed. Je was bezig met een project waar je hart sneller van gaat kloppen. Je bent gelukkig. Je weet niet waar het naartoe gaat. Vanochtend werd je wakker. Onderweg hier naartoe. Deed je telefoon aan. En per ongeluk had je 100.000 volgers. What the hell? Die 100.000 volgers, die praten tegen jou.
stellen vragen. Gelukkig ook maar in 15 talen. Gaat alle kanten op. Wij moesten ineens nadenken, hoe praat ik tegen dit soort mensen? Hoe doe ik dat dan? Ten eerste, ze verwachten mij niet. Je denkt, oh, avocado restaurant, ik krijg een leuke blonde meid aan de telefoon of zo. Niet this guy. Dus dat moest ik als eerste wegwerken. Maar ook, wat voor tone of voice, hoe zit dit eigenlijk allemaal in elkaar? En toen kwam ik erachter dat ik helemaal geen tijd had om iemand uit te leggen wat ik zelf het beste kan. Van alle dingen die ik kan, vind ik copywriting het allerleukst. Dus om dat te brieven aan iemand, vind ik het moeilijkste wat er is. Omdat ik nooit heb op moeten schrijven hoe het werkt. Ik weet gewoon hoe het werkt. Maar ik had ook geen tijd. En we dachten, oké, we moeten vanaf vandaag gaan praten met mensen. Iemand moet het morgen al snappen. Hoe leg ik in 3 slides uit wat ik nou wil? Wat is nou de tone of voice van een bedrijf dat net bestaat en meteen superfans heeft? Oké. Even terug. Morgan Freeman. Oké? Beste verhalenverteller. Ongeveer, nou, top 3. David Attenborough mag er ook wijzen. En toen dacht ik, ja, het belangrijkste is dat je een verhaal kunt vertellen. Want er is heel veel gebeurd. Dus je moet begrijpen hoe je dat doet. Stap 1, wees de beste verhalenverteller op de wereld. Toen dacht ik, wat is de mooiste taal ter wereld? De mooiste taal ter wereld is tussen vrienden. Want die begrijpen elkaar. En soms is dat door elkaar gewoon aan te kijken. En soms is dat door alle bijnamen of gekke woordjes of afkortingen of wat dan ook. Die alleen jullie weten. Mijn beste vriendin is een heks trouwens. Maar goed, ze zit even tussen serieuze relaties in. En dat is gewoon oké. En zij is aan het daten met een jongen die heel erg knap is, maar ook heel saai. En om die reden weet ik niet hoe hij heet, want zij noemt hem Vanilla. Zou je maar gebeuren, maar goed. Vanilla is dus codewoord voor deze gast. En elke keer als ze bij mij op kantoor binnenkomt en ze allemaal ook serieuze mensen ziet, dan zegt ze, hey Ron, kunnen we morgen nog even afspreken? Ik heb trouwens je post geregeld. Vanilla was echt heel saai vannacht. En nog iets. Niemand begrijpt wat dat betekent, behalve ik. Dat stukje taal is priceless. Als jij op een of andere manier zo met je doelgroep weet te communiceren, dan ben je klaar. Stap 1, be a storyteller. Stap 2, wees hun vriend. Praat op hetzelfde niveau en zorg dat dat eruit komt. Het volgende kunnen we niet meer terugdraaien. Dus als je een zwak hart hebt, kijk weg. Dit was letterlijk de briefing die naar de copywriter ging. Succes. Best goed gekomen trouwens, moet ik zeggen. Dus dat was lachen. We waren aan het praten met al deze mensen. We hadden allemaal Google Translate shit going on. Voordat ik het wist, letterlijk de CFO van mijn marketingbureau, die was nu community manager geworden. En we zat met Australische meiden te kletsen. En hij vond het nog leuk ook. Het is echt gek. Een beetje eng ook, maar wel gek. En dus dat was best wel grappig. We hadden allemaal mensen die dat niet hoorden te doen voor living. Die waren ineens aan het uitvogelen. Waarom, what the fuck is een avocado en wat doe ik hier? Dat was best wel leuk. De meest gestelde vraag is, waarom heet jullie de Avocado Show? Waarom niet shop, bar, restaurant, place, shack, weet ik veel. Alle, nou, het is duidelijk toch? De URL was al bezet. Nee, show is een tweezijdige belofte die heel interessant is. Want eigenlijk als je bij ons komt eten en wij noemen onszelf show. Iedereen die bij ons komt eten zegt, nou laat me zien dan. Kom dan. Ik verwacht wel iets nu. Ik verwacht beleving. Je noemt jezelf show. Kom maar. Dat is een hele gevaarlijke belofte om te doen. Maar tegelijkertijd ook veel spannender dan de rest. Aan de andere kant, mijn voltallig personeel, alles wat ze mij ooit moeten laten zien, goedkeuren of wat dan ook, die moeten naar kijken en die moet bij zichzelf al denken, is dit showwaardig? Het is gewoon een lat die wij hebben gelegd, die je al kunt checken voordat je bij mij komt. Best wel interessant, stok achter de deur, iedereen weet, wij moeten een show neerzetten. Dit moet beter zijn dan al het andere, best wel leuk. Toen kwam het op eten. We gaan nu een klein stukje marketing beleven. Best wel geinig hoe je soort van 20 minuten kan lullen zonder eten te laten zien over een restaurant. Pretty healthy food. Mijn vader is Engels. En ik denk altijd in concepten en merkvormpjes. Dus ik dacht, ik moet mijn eten, het concept rondom mijn eten, wil ik ook een naam geven. Ik wil dat het duidelijk is, zodat mensen weten wat ze moeten doen.
pretty, comma, healthy food heeft een probleem. Namelijk, als je er een comma tussen zet, dat betekent dat pretty en healthy bij elkaar horen. Dat betekent dat elke stuk food zowel pretty als healthy moet zijn. Healthy, ik zei het echt. Ja, I don't want to give away too much, maar niet alles is healthy. Ik hou namelijk van pannenkoeken. Dat vind ik gek, die moesten op de menukaart. Dat kan niet als je dit doet. Dus ik dacht, hoe kan ik pannenkoeken op de kaart krijgen? Pretty healthy food. Tadaan. En ineens werkt hij. Het is gezonder en mooier dan het andere. Dat is niet heel moeilijk als je gewoon goede ingrediënten gebruikt. Maar het is niet de eindhalte van gezond. Het is niet de eindhalte van mooi. Het is niet, weet je, we geen vegan raw place. Die zijn er ook en dat is gek. Maar wij zitten eigenlijk gewoon, we maken betere dingen dan wat het was. En dat is interessant. En we hebben regels. Ik wil heel graag 5 mensen wat vragen. Even heel simpel. Wat is uw favoriet gerecht ter wereld? Ja. Pasta, sowieso. Bolognese. Pasta. Nou, bolognese zelfs. Oké, okay. Ja? Patat. Patat. Je hebt gelijk ook. Jij? Van mij? Ja, van jou? Ja, pizza. Pizza, top. Sushi, anyone? Vindt iemand sushi lekker? Hamburgers? Ja. Pannenkoeken, risotto. Wij noemen net allerlei dingen op. Is er iemand die een gerecht niet kende? Dat er net werd genoemd. We weten allemaal wat pizza, risotto, patat, whatever is, toch? Kijk, als je dat weet, dan weet je ook dat iemand dus al de marketing gedaan heeft voor die dingen. Ik wil niet uitleggen wat pizza is. Ik wil je laten zien hoe ik hem maak. Get it? Niet de what, maar de why. En de grootste vraag bij ons is, oh leuk man, can we avocado it? Dus als we dit nog een keer zouden doen en iemand zegt, pasta... Can we avocado with pizza? Can we avocado with risotto? Can we avocado with patat? Can we avocado with... Antwoord ja. Pizza, antwoord ja. Ramen soep bijvoorbeeld. Antwoord is fuck no. Niet doen. Is ook een antwoord. Is ook een antwoord. Dus dat is heel interessant. Op die manier gaan we door het leven heen van... Hey, zijn er dingen die iedereen al kent? Kunnen we daar onze eigen versie van maken? Als we dat doen, wil ik 50% dat het om avocado gaat. Maar net zoveel om de show. We weten avocado show. Het moet er allebei in zitten. Doet het dat niet? Simpel. Kom je niet op de menukaart. Klaar. En de rest niet zo erg belangrijk. Dit is een pokeball. Fuck, ik dacht dat we afgesproken hadden dat we geluid gingen doen. Dit is een pokeball. Duurt lang. Hey, oké. Okay. En daar zie je dat het eigenlijk een hoofdrol krijgt voor avocado. En dat het een show-element heeft doordat we het niet serveren zoals de rest dat doet. Dat is leuk. Dat concept, dat conceptuele denken, die kaders, kan ik dus aan andere mensen geven om met ons mee te denken. Dat is gek. Moet ik dit nog aan iemand uitleggen? Nee. Dus stel je voor dat de media of wie dan ook, of een social media gebruiker of wie dan ook, dit post, dan gaat het niet meer om wat is het, maar wow, heb je gezien hoe die gasten een hamburger maken? Niet, hé, ze hebben een hamburger. Heb je gezien hoe ze dat doen? De hoe of de waarom, dat zijn de enige twee dingen die tellen bij ons. Dit is een garden, dit zijn pannenkoeken, dit is Eggs Benedict of eigenlijk Florentine op een andere manier. Een side salad, zelfs pizza kan op een totaal andere manier zonder dat je uit moet leggen of het een pizza is of niet. Heel interessant, want neem al die doelgroepen. Hoeveel mensen kennen pizza? En hoeveel mensen hebben deze ooit gezien? En dus, wie kent iemand die pizza lekker vindt? En dus zou je op een gegeven moment denken, ik weet dat jij bent mijn vriend. Ik weet dat jij van pizza houdt. Heb je deze al een keer gezien? Shareable content. Free publicity. Maanden lang blijven voeden. Maak een systeem. Geef het een duidelijke rol voor zowel het eetstuk als het online stuk. Onze chefs weten dat ze niet met eten bij mij moeten komen die niet lekker smaakt, want ik heb een restaurant. Maar de chef weet ook,
ik moet niet met lelijk eten aankomen bij Ron, want dat gaat er niet in. Hij moet er namelijk nog iets mee doen. En omdat het hele bedrijf weet wat we doen, zijn we de show. Best wel leuk. Dit vind ik ook heel interessant. Jullie bouwen websites en zo, toch? Maken visuele taal, allerlei van dat soort dingen. Het is mij echt niet gelukt om in één keer zulke foto's te maken. Sterker nog, we hebben gewoon 150.000 foto's gemaakt om te zoeken wat we wel of niet moesten doen. Er is in principe niet zoveel mis met deze foto's, behalve de gedachtegang en de kleur en de compositie en de rest. Maar hier probeerden we bijvoorbeeld iets met bladgroen. Toen dachten we, nee, het moet meer natuurlijk. Laten we een soort bosding schieten. Alright. Nee, unicorn bestek. Dat is het. Echt, unicorn bestek. Dat gaat de toekomst worden. Gooi er een theedoek bij, want theedoeken. Nee, het moet allemaal koud en staal en minimalistisch. Nee, er moet helemaal niks naast liggen. Nee, roze. Meisjes vinden roze leuk. Weet je wat? Twee borden. Letterlijk. Geen steen niet omgedraaid, dames en heren. Alles gedaan. En er is echt niks mis mee. Als je gewoon, mijn buurmeisje, die heeft een, is best wel jong nog, die heeft een foodblogje. Een klein ding, maar best wel leuk. En die post dit soort foto's. En dat is prima. Maar het laatste wat ik wil zijn, is het foodblogje van mijn buurmeisje. En dus keken we naar het geheel. Soms waren we zo naar één ding aan het kijken. Dacht ik, nee, zoom even uit. Als ik uitzoom, zie ik de blog van mijn buurmeisje. Daarna zijn we gaan ontwikkelen. En ontstond er een lijn. Waarom zit deze lijn erin? Twee dingen. Eén, iedereen die ik ken, die gaat door Instagram heen alsof ze geflitst willen worden. 300 kilometer per uur, het zal allemaal wel. En er moet iets zijn waardoor je stopt. Toch? Het andere is herkenbaarheid van een merk. Zelfs als je met 300 kilometer per uur zou gaan in een auto met je ogen half dicht, weet je of je een McDonald's sign ziet of niet. Dat wil ik ook. Dus ik ontwikkelde een systeem waardoor je eigenlijk mijn content kunt herkennen. Heb ik dat zomaar gedaan? Nee. Hoe kun je de beste content maken als je met mensen kunt praten? Nou, als je 100.000 volgers hebt online, dan kun je ze gewoon gebruiken voor allerlei onderzoeken zonder dat ze het weten. Je pakt alle variabelen, die hou je gelijk. Welke dag, hoe laat, al die dingen die je post. En we hebben letterlijk elke foto ooit gemaakt op alle dingen. Ik heb dezelfde foto op hout, op staal, op glas, op weet ik veel wat allemaal. Allerlei verschillende kleuren bloempjes. We hebben het allemaal gewoon getest. En daar kwamen dus, zonder dat ze het wisten, enorme variabelen tussen. Tussen 500 en 5000 likes. Dat is een groot verschil. En er kwamen super heldere lijnen uit. Nou, ik ga er een paar met je delen. Eén, geen nonsens eromheen. Als je complex en mooi hoofdonderwerp hebt, in ons geval food, dan moet het in het midden en duidelijk zijn waar je moet kijken. Want je gaat maar één keer kijken naar die foto en waar je moet zijn en anders ga je door. Twee, als je extreem kleurrijke dingen gebruikt, dan is het een goed idee om een decor te bouwen. Oftewel, een donkere achtergrond waardoor de kleuren eruit kunnen springen. En drie, contrast. Dit had niemand mij ooit geleerd. Wat ik jammer vind, want het is echt een basisinformatie die je de rest van je leven gaat gebruiken. Als je gewoon een kleurenspectrum neemt en je hebt een kleur en je neemt daar een tegenovergestelde kleur van. In ons geval, de avocado is groen. Wat zit er tegenover groen? Paars. Paars, 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 paars. Maar je had helemaal niet door dat je zoveel paars aan het bekijken was. Waarom is dit belangrijk? De natuur stopt tegenovergestelde contrastkleuren niet in één product. Niet in dieren, niet in planten, nergens in. Dus als jij 300 km per uur door je telefoon gaat en jouw hersenen signaleren zonder dat je het doorhebt to opposite colors, dan denken ze, wat is dat? Dat is niet natuurlijk, daar moet ik langer naar kijken. Stop. En elke keer dat we dat deden, kwamen we aan de 5000 likes. Just a tip. Nou, toen kwamen de moeilijke vragen en dat is altijd leuk. Je krijgt staande ovaties en media-aandacht en al die shit. Dat is allemaal te gek. Alleen er komen ook andere vragen uit. Hoe zit het met water? Waarom kappen jullie bomen om in Mexico? En allerlei van dat soort dingen. In het begin vond ik dat stom. Ik dacht, ik heb een restaurant met 45 stoelen. Laat me met rust. Wat kan ik nou betekenen voor deze vraag voor je?
Later, en soms moet dat gewoon even groeien, besefte ik me van, hé, als wij dit groter gaan maken, dan gaan we ook meer invloed hebben. Dan gaan we ook meer power hebben. Weet je, misschien kan ik die vraag wel beantwoorden. Misschien kan ik het groter doen. Maar dan moet ik er wel eerst meer van weten. Nature's Pride speelde een hele grote rol in ons bedrijf. Waarom? Omdat zij onze leverancier zijn. Omdat ze voldoen aan alles wat we wilden. Duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid, alle certificaten voor eten, et cetera, et cetera. Maar de vrouw die dit heeft opgericht 25 jaar geleden, die gelooft in ons. Zij is onze investeerder en zei, laat me je droom zien en dan kiezen we ja of nee. It took one dinner. Ik heb nooit een of andere presentatie in elkaar moeten zetten. Ik ben één avond met haar uit eten geweest en ik heb haar verteld wat ik wilde doen. Ik vroeg haar wat zij kende en ze legde me haar wereld uit. En we zaten met z'n drietjes aan tafel en de dag daarna kregen we letterlijk een e-mail met, jongens, jullie krijgen een paar miljoen succes. Wat? Dat was het. We hebben niks moeten pitchen behalve, you don't invest in an idea, you invest in people, toch? Dat weet ik nu ook. Dus dat vond ik heel erg interessant. Die dame zit naast me. En die zei tegen mij, voordat je waar dan ook over praat, als je het wil hebben over duurzaamheid, moet je weten waar je het over hebt. Geen gelul, niet nalezen, niet een van de filmpje kijken. Dat is voor iedereen die er iets meer over wil weten. Maar als je erover moet vertellen, is dat een ander ding. Toen zei ik, oké, en we hebben besloten, the future is green. Zowel via de avocadokant natuurlijk, maar ook de manier waarop wij zaken willen doen. En zij stuurde mij letterlijk naar elke leverancier en boer van avocados die wij gebruiken over de hele wereld om te kijken hoe dat werkt. En wij hebben dat vertaald in een film waar ik je nu de trailer van wil laten zien. Om gewoon uit te leggen. Wil je meer weten over water of over hoe de avocados worden gemaakt of de sociale dingen ervan? Ga je naar de website, kun je het gewoon gratis checken. Er mag gedanst worden, hè? Is oké. Dit is echt bijna een universitaire opleiding in een paar weken. Het was gestoord. Chili, Peru, Mexico, Ecuador, Zuid-Afrika, overal naartoe. Leren over landbouw en technieken en watertechnieken en weet ik veel wat allemaal. Ik weet alles daarover. Mocht je iets willen weten, nu kan ik het je vertellen. Dat vind ik fijn. Waarom doen we dat? Omdat we gewoon geloven in dit. Als avocado een van de meest voedzame vruchten is ter wereld, moeten we erachter zien te komen hoe we dit aan iedereen gaan voeren. Zo simpel is het. Dit is de zaak. Dit is het. Hier gaat het allemaal om. 45 stoelen in de pijp. Woe! Zelf ingericht, want geen geld toen we dat deden. Superleuk. En dit is de avond ervoor. De dag voor de opening, toen 17 mensen besloten te slapen voor de deur. Dit is de laatste keer dat jij voor de deur ging slapen van een restaurant, omdat je daar zo graag wilde eten. Ja, dat bedoel ik. Dus is vrij bijzonder, ook voor ons hoor. What the hell is going on? De ochtend erna dachten we, nou, het eerste ontbijt die gaan we gratis weggeven, want we hadden zoveel liefde online gekregen. En we stuurden, wie wil er als eerste gratis eten? 22.000 inschrijvingen. Die schijnbaar ook allemaal ongeveer voor de deur gingen staan. Deze rij die ontstond toen, die staat er nog steeds elke dag. We zijn 2,5 jaar verder. Elke dag, like clockwork. Best wel leuk, aanvragen vanuit de hele wereld. Wij besloten te gaan franchisen. Dat is hetzelfde als franchisen, maar dan zonder R. En dit is gebaseerd op online geluid. Ik kan uit de cijfers halen waar worden de meeste avocados verkocht en gegeten en al die dingen. En online gaan we kijken waar zitten de meeste fans, waar praten ze het meeste over, hoe zit dat eigenlijk. En die twee dingen koppelen we aan elkaar en op basis daarvan kiezen we waar we ons geld investeren. Best wel leuk. 2,5 jaar geleden gingen de eerste deuren open. We hebben er nu 5 en we hebben er 11 nog getekend. Dus we gaan naar 16 voor eind volgend jaar. Het is gestoord. We beginnen in Europa, daarna gaan we naar het Midden-Oosten. Dat is best wel leuk, food is daar super booming. En daarna gaan we door naar waarschijnlijk Amerika, maar wie zal het weten. Dit is een franchise manual die je nooit van je leven moet willen maken. Oké. En dit is een foto van mij en Jules. Dit is de eerste franchise die openging. Wij openden een franchise binnen een jaar. Dat slaat nergens op. Echt niet. Ik weet niet of jullie helemaal beseffen wat dat is, maar dat is een soort van het boek schrijven terwijl je het nog moest doen. We hadden nog geen eens jaarcijfers. That's weird. Al met al best wel leuk. We leren elke keer. Het was een sushi tent. Dat zou je helemaal niet zeggen natuurlijk.
Maar het is lachen en elke keer worden we hier beter in. Een soort van uitdaging. We vinden het ook tof om het nog steeds zelf te doen. Dus dat doen we ook. Kost veel te veel tijd, maar zo erg lachen. En waarom doen we dat? Om dit. We believe you can speak anything into existence. Zo simpel is het. Je hebt mensen nodig om je verder te helpen. Je hebt mensen nodig die allerlei dingen kunnen om gekke ideeën waar te maken. Wij praten daar graag over. We hadden het heel lang over een boek. Toen zei ik, ja, het lijkt me echt tof om alle dingen die niet de menukaart halen, om die toch te kunnen delen met mensen. Dat kan natuurlijk online. Het kan ook in de vorm van een boek. Toen werden we ineens publishers. Best wel leuk. Toen kregen we ineens allerlei vragen in het restaurant. Ja, heb je niet een soort t-shirt, souvenir, dit, dat, zo, zo. Oké, nu hebben we een webshop. 45 verschillende eigen producten. En gewoon mensen die dat helemaal runnen en shit. En dat is te gek. Want het is al moeilijk genoeg om je restaurant average spend hoog te houden. Nu hebben we boeken en allerlei spullen die daarbij helpen. En dat is ook interessant voor een franchisee. Dus het werd van restaurant een franchise en van franchise eigenlijk een soort lifestyle merk. Toen gingen we een stapje verder. Dachten we, ja, die bitterballen, dat kunnen wij ook. En we maakten avocado fries. Dat is letterlijk avocado tempura. Dat is gewoon een diepvolle zak. Je gooit het in de frituur, net als een bitterbal. Je krijgt er 5 bij je biertje. Het is te gek. Maar dan prettier en healthier food. Dit wordt deze zomer uitgerold. Dat is te gek. Gaan we met groothandels doen. Volgend jaar liggen we ineens in de supermarkten. What the hell is going on? Best wel leuk. Dit is mijn favoriete ding. Soms als je iets, nou niet haat, ik heb geen haat, maar soms als je dingen stom vindt of vervelend, moet je ze gewoon omarmen. Toen ik voor grote bedrijven werkte, toen moest ik dit altijd aanhoren. We want to be a sustainable love brand. Ach, alsjeblieft. Zullen we dat gewoon niet meer doen met z'n allen? Als iedereen het is, is niemand het toch? Dat is hoe het werkt. En toen dacht ik, oké, ik ga hiervan mijn doelen maken. Dit zijn letterlijk de 3, hoe je het ook wil noemen, goals, missies van het bedrijf. Wij geloven dat als we groot genoeg kunnen groeien, dat wij sustainability kunnen sturen binnen dit genre. Simpelweg, als wij genoeg producten en restaurants en dingen hebben, gaan we gewoon zoveel kunnen eisen bij de leverancier en producent, dat het gaat zoals we dat willen. Dat is 1. 2. Alles wat we doen is uit de liefde en dat krijgen we terug. Het is echt hilarisch. Bij ons in het restaurant moet iedereen bijna lachen sowieso, maar echt tranen van geluk, foto's, een heel moment als ze het eten krijgen. Dat komt door liefde. Dat is wat wij willen verspreiden wereldwijd. Dus het gaat niet om de aantallen restaurants, want ik wil echt het liefst niet zoveel mogelijk restaurants, maar gewoon een paar hele goede, hele leuke op de juiste plek. En een brand, een global brand. Het is 2019, er is een Chiquita voor bananen en nu is er een show voor avocados. Dat was het. Dank jullie wel. Oh jee. Dit komt zo. Ik vind dat eng. Want ik heb inmiddels al een date met mijn BFF om bij je te gaan eten. Ik heb een afspraak gemaakt. We gaan binnenkort lunchen. Vind ik leuk. Dank voor het gek verhaal. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt waarom jij bent gevraagd om hier te spreken op een Drupal event. Nee, natuurlijk. Nee, het is super logisch. Heb je gezien wat de vergelijking is tussen het Drupal logo en een avocado? Nou ja, het is bijna een green berry. Het is deze. Het is precies die. Betere reden kon ik ook niet bedenken. Dat is waar. Factuur volgt. Ja, heel veel dank voor je verhaal. Ik ben heel benieuwd. Je gaf aan, je hebt een aantal ideeën overwogen voor een single brand, single ja. Point, hoe noem je dat nou? Een mono-restaurant. Mono-restaurant. Ja. Ik heb een jongensdroom en ik wil ooit ook een restaurant beginnen. Wat was de tweede keus? Mozzarella. Dankjewel. You're welcome. Dankjewel. We hebben achter in de zaal Paul Schenk zit, hij is cartoonist en hij maakt vandaag van de sprekers een mooie plaat. Voor jou heeft hij deze gemaakt. Oh yes. Oh wow. Wat lief. Dankjewel.